Goedemorgen, ik ben nu onderweg naar de dojo, want er is een nieuw members breakfast. En daarin gaan ze uitleggen van wat ze allemaal doen, welke meetings er zijn. Ze gaan ook over Canggu uitleggen, dus dat vind ik ook wel heel leuk. En het is ook weer een plek om weer nieuwe mensen te leren kennen. Dus super leuk om daar naartoe te gaan. Ik ben ook echt mega blij, want ik heb gisteren bij die Amazone Talk heb ik nog gepraat met een meisje. En zij is een start-up begonnen. En ze stuurde me gisteravond een mailtje in één keer dat ze eigenlijk nog een social manager zocht. Social media manager. En dat ze me eigenlijk daar helemaal perfect voor vond. En dat ik ook mee kon helpen met marketingcampagnes. En ja, en zelf dat dan helemaal kon indelen. Dus echt superleuk. Ik ga zo meteen straks met haar lunchen. Dus ik ben heel benieuwd wat ze verder daarover te vertellen heeft. Maar ik denk dat ik heel veel van kan leren. Want ik kan natuurlijk ook gewoon van dichtbij meekijken hoe zij die start-up verder gaat opzetten. Dus heel interessant. I think it's the only way, and I think it's hard if you're like really into one thing and you really want to do this one thing. Mm-hmm. But if you are more like flexible, that's a good thing actually. Yeah. En wat ik dus eigenlijk wel heel grappig vind is dat hier in Bali zegt ze dus eigenlijk gewoon van wat ja de beste tip eigenlijk die ze geven is je moet gewoon dingetjes uitproberen wat goed voelt, niet te veel over na te denken. En along the way zul je dus meer richting krijgen in wat je echt wil gaan doen. En zul je dus ook zien van, nou je moet wat meer deze kant op of je moet wat meer die andere kant op. Maar het belangrijkste is gewoon de dingen die je wilt gaan doen, om die gewoon uit te proberen. En dan zie je wel gewoon waar het schip strandt. Dus ja, dat is wel een hele goede tip. Ik denk dat ook gewoon het allerbeste werkt om dat zo te doen. Already photographing? Sorry? How long are you photographing? I start since 2010, but freelance and work for friends, but not just like how you call it? Like, like side job, you know? Yeah. And learn also. And yeah, not much. Nou, ik was net heel eventjes naar huis gegaan en ik ben nu weer terug bij de dojo, want ik ga met iemand meeten die me uit gaat leggen wat hij allemaal gaat doen. Of wat hij aan het doen is. So this video. Mm-hmm. That's the last video I did for FIBA. Which is just it's like a mixtape with music and the internet, really slow. With music and footage, and it's just all of the best plays of Team USA at the 2014 World Cup. Uh-huh. So I do stuff like that. The clip, if he thinks that it's good enough, he'll then edit it, then he puts it here. So now it's waiting for me to. So I just go here, and then this should be the clip edited with the watermark and the logo on it. And that's it. And then I'll schedule it on here for the week to be released. But it's just trying to set up, one of the things I've been really focusing on is trying to set up as many systems as possible so that I can be removed from things. So I get this report every day, which shows like follow account, likes received, comments received, average engagement rate, follow growth, so gained and lost. So it's like a lot of people don't realize how many followers they lose every day as well. So my net growth is actually only 6. But then I know, based on what content we put out, like how much people enjoy it or engage with it, and then that will shape kind of the content that we produce in the future. And like, what do you do this? It's called Icono Square. Nou,
ik kom net van Stacey vandaan en ik ben echt zo blij met het gesprek. Want ja, het is gewoon echt super chill wat ze eigenlijk wil. Want zij heeft eigenlijk haar hele platform, ze heeft een online platform gedesigned en opgezet. Dat heeft ze eigenlijk helemaal in haar eentje gedaan. En ze heeft niet heel veel verstand van marketing, maar ze wil nu eigenlijk ja, haar platform echt gaan markten, want hij is nu online. En nou heeft ze mij als een soort van partner aangewezen die samen met haar marketing strategie gaat opzetten, marketing plannen gaat doen en ook bezig gaat houden met social media, maar daarnaast ook wel echt op strategisch level echt, ja, vooruit plannen. Dus echt super veel zin in en ik denk dat ik er heel veel van ga leren, want ja, het is nog eigenlijk helemaal niks en het moet nog helemaal uitgroeien, maar ik denk wel echt dat er een hele grote potentie in zit als het goed wordt gedaan. Dus ja, echt heel interessant en heel veel zin in. Ik ga nu eens even zwemmen. Deze heb ik van Stacey gehaald, dat ik die mag lenen tot ik mijn eigen laptop terug heb. Super chill. Nou kan ik eigenlijk echt gaan beginnen.